Peter, je speelde in het eerste team van SCVV van 1999 tot 2012. Een lange periode, kan je daar eens iets over vertellen? Ja, dat is inderdaad een lange periode. Je bent vergroeid met deze club. Dat wil dus zeggen, je bent opgegroeid. Je kwam zelfs als kleine jongen kwam je kijken samen met je vader naar de eerste ploeg van STVV. En dan heb ik later ook het geluk gehad om hun te vervoegen eigenlijk. Eerst met de jeugdploegen en daarna met het eerste elftal. Dus als je terugkijkt op die periode, is dat wel een hele mooie periode. Ik bedoel, ik denk dat heel veel jongens dromen om prof te worden in een leven, in een carrière. Ik heb die kans gehad, ik heb die kans ook kunnen grijpen. En ik ben eigenlijk ook heel dankbaar dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken gedurende die lange tijd. Ja, en in die lange tijd, dat is goed geweest voor 394 wedstrijden, waarvan 357 in eerste klas. Staat daarmee nog altijd op nummer 2 met de meeste caps voor STVV? Ja, dat is ook iets waar ik eigenlijk wel fier op ben. En dan nog te denken dat ik in mijn totale carrière meer dan een seizoen schorsingsdagen achter de rug heb. Dus had ik misschien nog wel een beetje kunnen opkrikken, maar nee. Ik bedoel, ik denk dat je dat nog zelden ziet. Mensen die zoveel wedstrijden gespeeld hebben voor één elftal. Ik kan misschien nog één voor de geest halen, dat is Olivier de Schacht voor Anderlecht. Dus ik denk wel dat ik daar terecht ook fier op mag zijn. En ik kijk er met een heel leuk gevoel op terug. Kan je misschien eens een van de mooiste momenten tijdens die spelerscarrière naar boven halen? Ja, ik denk als je zo lang bij één en dezelfde club gespeeld hebt, heb je wel verschillende mooie momenten meegemaakt. Ook minder mooie momenten meegemaakt. Maar de mooiste die natuurlijk altijd bijblijven en die in je geheugen gegrift staan, zijn natuurlijk de promotie naar de eerste klasse. Met Guido Brepels was een fantastische sfeer die toen altijd hing in het stadion, het hele seizoen door. Het behalen van de bekerfinale was eigenlijk heel mooi. Dan komt je eigenlijk natuurlijk ook ten inzot een van de grootste ontgoochelingen natuurlijk, het verliezen van die finale. Maar er zijn verschillende mooie momenten geweest. Dat zijn ook genieten van de kleine dingen die op training gebeuren. Een goede groep hebben, grapjes met elkaar kunnen uithalen. Dus ik hou vooral heel veel mooie gedachten over aan die mooie herinneringen. Dus die komen nog eens regelmatig voor de geest. Ja. Ja, je hebt hier dus heel lang gezeten, zoals we gezegd hebben. Heb je nooit een nieuwe stap overwogen of voor een nieuwe stap gekozen binnen je carrière? Ik heb misschien wel de mogelijkheden gehad om te kunnen vertrekken, maar de mogelijkheden die er dan waren, waren niet naar van die aard dat je zou kunnen zeggen van oké, kijk, dit is iets wat ik absoluut moet doen. Op een gegeven moment eigenlijk weet je ook dat je hart toch laat spreken. En ik beklaag geen enkele zet die ik in mijn carrière gemist heb of die ik gezet heb, die beklaag geen enkel daarvan. Dus als ik terugkijk op die hele periode ben ik blij eigenlijk dat ik niet voor een andere club gespeeld heb. Want anders had ik misschien nu ook niet meer werkzaam geweest bij deze club. Op deze manier kan ik misschien de club ook wel iets anders teruggeven van wat zij altijd voor mij gedaan hebben. Ja, en de dag van vandaag nog altijd teammanager. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat die rol mij een klein beetje op het lijf geschreven is. Ik weet eigenlijk, door de carrière heen weet je perfect eigenlijk wat spelers en wat trainers willen, wat voor hun belangrijk is, waar je moet op letten. Het teammanager gedeelte is van die aard dat je moet ervoor zorgen dat alles in orde is eigenlijk langs het veld. Zodat zij natuurlijk ten volle hun beroep kunnen uitoefenen op het veld. Ja, en de club doet het vandaag de dag heel goed. Leunen dicht aan bij play-off 1. Hoe denk je dat het seizoen gaat aflopen? Ja, dus kijk, we hadden natuurlijk wat vraagtekens in het begin van het seizoen. Daar moeten we geen doekjes om winden. Maar als je ziet eigenlijk hoe snel dat toch alles in de plooien is gevallen, denk ik dat we zeer tevreden mogen terugblikken op het seizoen. En natuurlijk, de kers op de taart zou zijn het behalen van play-off 1. Ik heb het zelf al meegemaakt. Ik ben niet echt een voorstander van het play-off systeem, maar natuurlijk, play-off 1 is op zich wel mooi. Dus ik denk, ik heb er eenmaal zelf van deel mogen uitmaken. De beleving rondom die wedstrijden is heel speciaal. Je weet dat je altijd toch redelijk wat volk in je stadion hebt. Je weet dat jij een ploeg bent die altijd mooie resultaten heeft behaald tegen de topploegen. Dus ik denk wel, ik kijk er echt naar uit en ik hoop ook met ten volste dat we er opnieuw deel van mogen uitmaken.